Hallo allemaal, ik ben Annemie van de Ven, kunstschilderes in Eindhoven en ik ga vandaag met jullie een doek maken, een schilderdoek met acryl en olieverf. Heb je alleen acryl, gebruik je alleen acryl, heb je olieverf, dan kun je daar op een gegeven moment op overgaan. Ik hoop dat ik jullie zodoende kan inspireren om zelf iets te schilderen. Het hoeft natuurlijk niet precies hetzelfde te zijn, maar ik wil jullie uitdagen om nog meer als anders je creativiteit te gebruiken en we gaan een boswandeling maken. Ik neem jullie mee naar buiten. Het is zo fijn met dit weer om het idee te hebben dat je lekker naar buiten kunt en kunt gaan wandelen. En ik heb hier een doek van 50 bij 70, zoiets. Kan ook kleiner. Je kunt doen wat je wil. Ik neem een houtskooltje. Ga ik eerst schetsen. Het idee is dat hier twee grote bomen komen. En ik heb hier twee stammen en ik maak een grillige wortelpartij. Ik schilder met houtskool, of ik teken met houtskool, maar je kunt natuurlijk ook een ander materiaal nemen. Maar voor de film is dit het duidelijkst. Lekker grillig, zo'n beetje zoals je dat voorstelt in een sprookjesbos of van belangrijke landschapsschilders uit de 17e eeuw. Heel romantisch. Hier komen die wortels. Hier tussendoor kun je naar achteren wandelen. En het aandachtspunt. Elk schilderij heeft een aandachtspunt. En dat ligt dan uit het midden vaak. Dat maakt het spannend. Hier kun je een paadje suggereren naar achter, een stuk kleiner. En dan zou hier een horizon kunnen liggen. In feite al genoeg. Je kunt het meeste houtskool afslaan met een schoon katoenen doekje. De bast van de boom, en de boom zelf onderaan, ga ik met zwart en donkerbruin schilderen. Dit is dus acrylverf. Dat kun je mengen. En je kunt er ook een beetje fijn zand door doen. En een beetje pasta. Deze pasta maakt de verf wat steviger. Heb je dat niet, dan laat je de verf gewoon een beetje meer indrogen. Een minuut of 5 of 10. Zo krijgen we dus iets meer een stevige structuur. Nou, we gaan alvast kijken hoe dit werkt. Ik neem een middelgrote Lyonse kwast, zoals we dat noemen, van varkenshaar. Die doop ik eerst in het water. Het is altijd fijn om een kwast of een penseel eerst soepel te krijgen. Het zwart en het bruin hoeft niet heel goed gemengd te worden.
Ik kan alvast met de streekrichting een soort veetjes maken zoals de meeste stammen van bijvoorbeeld eiken en acacia's zijn. En ik zie dat ik er gerust nog wat water bij kan gebruiken. Dus dit is de richting van de penseelstreek. Je ziet dat de verf er echt dik op komt te liggen, zodat je daarmee mooi die schors kunt suggereren. Hier heb ik de boom nog wat dikker gemaakt. Laat de twee stammen dus ook echt uit het vlak lopen. Dus niet te vroeg stoppen met schilderen in de bovenkant. Dan pak ik mijn scherpe paletmes. Dit is een heel mooi hoekig. En dan kan ik hiermee nog meer die V-structuur. Zolang de verf nog nat is, kan ik dat doen. Die V-structuur benadrukken. Met de richting van de wortels mee natuurlijk. Lekker vlot werken, want de acrylverf die droogt snel. De twee bomen zijn natuurlijk net iets verschillend en ook in de structuur kun je laten zien dat het niet zomaar een mechanisch iets is. Ik heb hier nog wat van die zwammen gesuggereerd, die vaak op stammen zitten. Het zijn van die dingen die keihard worden in het echt, in de natuur. Bijna versteende paddenstoelen. Ik heb hier ik heb hem ook nog wat breder gemaakt. En dan kan ik hier met iets meer bruin en water, kan ik hier de voorgrond suggereren. Die mag iets lichter zijn dan de stammen. Let goed op de streekrichting, zodat je het heuvelachtige waar ze op staan suggereert. Ik vul nu met wat verdund bruin alle witte plekken op. En dat kan ik hier ook doen rond de wortels. En hier kan nog wat op die achtergrond bijkomen aan... dit hoort eigenlijk bij de hele voorgrond die wat donkerder wordt dan de achtergrond. Maar al deze witte plekjes zou ik met wat verdund bruin op kunnen vullen. Ik ga nu met de lucht verder. Ik haal een iets kleinere maat kwast, penseel, hoe je het wil noemen, door het water en ik meng blauw met wit. Neem een kobaltblauw, dan krijg je een mooie mediterrane blauwe kleur. Het hoeft ook niet heel egaal gemengd te worden. We kijken even hoe deze kleur wordt.
En ik ga nu in een andere streekrichting verder. In een meer horizontale streekrichting. Maar je ziet, ik maak de toetsen ook weer een beetje schuin elkaar overlappend. Je kunt deze laag verdunnen met water of medium. Zodat het ook wat makkelijker uitstrijkt. Die eerste laag kan behoorlijk dun zijn. Hoe blauwer de lucht, hoe meer de zon eigenlijk schijnt. Nou, dat kun je zelf bepalen. Wil je veel zon, maak je hem heel knalblauw. En zeg je, nou, ik ben in een melancholische bui, ik wil toch niet zo heel blauw. Dan maak je hem wat witter. Ik zou een beetje oppassen voor het ultramarijnblauw. Dat is al een beetje somberder en paarsachtig. Omdat we nu niet met de lucht zijn begonnen, wat ik heel vaak in de les laat doen trouwens, moeten we suggereren dat de lucht hier achter door geschilderd is. Dus goed horizontaal tegen die randen van de boom aanschilderen. Ik neem nu een zachte ronde kwast, zonder deze door het water te halen. Doe er niet al te veel wit aan. En daarmee ga ik wat leuke wolkjes maken. Draai met de hele arm mee. En zo snel mogelijk wegstrijken. Dan krijg je van die leuke Suske en Wiske wolken. Ik hou daarvan. Als je naar die plaatjes kijkt van Suske en Wiske, dan word je al helemaal vrolijk. Het is meestal zonnig, zoals nu. Altijd lekker weer. Zachtjes aantikken en weg ermee. En met olieverf gaat dat nog beter. Ik heb nu acryl. Dan kan ik wat sneller doorwerken. Hier ook iets suggereren dat dat erbij hoort. Veel bewegingen maken met de hele arm. En altijd weer teruglopen op een afstand. Hoe is het resultaat? Ik zie dat hier nog wat wit bij kan. Altijd in ongeveer het midden van de wolk of bovenop wat lichter maken. Dan krijgt hij meer bolling. Ik zie dat hier een rare witte vlek zit, lichtere vlek. Daar kan ik dus ook nog een wolk van maken. Als je daar niet van houdt, dan maak je het weer donkerder natuurlijk met blauw. Nou, zo toveren we een heel sprookjesachtig landschap tevoorschijn. Ik hoor wel eens van cursisten als een of aankomende cursisten van ja, maar ik heb geen vaste hand. Nou, voor acryl en olie hoef je absoluut geen vaste hand te hebben. Kijk maar eens naar deze wolken. Kijk, als je doet alsof je de bibberietjes hebt, krijg je de prachtigste wolken. Je moet je voorstellen dat er tegenlicht is. Het licht komt van
helemaal van achteraf of van rechts achter, links achter. Dit voorste is dus donker, is altijd een beetje mysterieus tegenlicht. Nu maak ik een donkere basis voor hierachter. Maar ik blijf dus altijd een fractie lichter dan in de voorgrond. Zo blijf je dat tegenlicht aspect benadrukken. Ook weer horizontale streken. En het paadje wordt behoorlijk licht, maar we gaan altijd van donker naar licht, dus hier komt ook nog iets op. Er zit niet meer zoveel verf aan mijn penseel, maar dat komt me nou dus goed uit. Wordt het daardoor ook alweer wat lichter. En hier denk ik ook nog iets. Moet je even kijken hoe ver je doorgaat. Zie je dat dit wolkje heb ik extra benadrukt om hier wat meer aandacht op het aandachtspunt te krijgen. Ik heb twee kleuren. Gele oker en groen. Dat is een heel donker groen. Je kunt mosgroen gebruiken. Dan heb ik een truc speciaal. Gewone natuursponsjes. Klein formaat. Deze is grof, gebruik ik in de voorgrond. Deze gebruik ik in de achtergrond om een structuur te suggereren. Die sponsjes heb ik eerst uitgeknepen met schoon water. Ik kan in de voorgrond beginnen door wat groen erin te doen en ook wat met oker. Ik kan in de rand even uitproberen hoe het uitpakt. En zodoende kan ik hier begroeiing suggereren. Op de voorgrond dus altijd wat grover in de streken, in de structuur, dan op de achtergrond. Pak ik het kleinere sponsje. Op de achtergrond kan het wat geliger worden door iets meer die gele oker te gebruiken. Heel voorzichtig, vingerspitsengevoel. In de achtergrond kun je even ook met wit er nog inzetten om echt ook die zon nog iets meer te laten schijnen. Je kunt natuurlijk ook in een bepaalde richting bosjes maken. Dus ik laat nou het sponsje draaien. Hier komen
van die leuke bosviooltjes. Oh nee, sorry, bos hyacinten. Die zie je nou overal staan. Hele lange bladeren. Je hoeft het er natuurlijk niet bij te zetten. Als je het schilderij zo klaar vindt, is ook prima natuurlijk. Eén kant van het blad donker en één streep licht. Nu ga ik met de sleper werken. Ik haal hem door het water of het medium en vul hem helemaal met de vloeibare kleur die ik wil hebben. Ik ga nu de stengels van de boshyacint maken. En je kunt hem in de rand eens uitproberen hoe die werkt. Ik ga vanaf de top van de bloem naar beneden. En je ziet ook met zo'n vrij dikke sleper kun je behoorlijk strak werken. Boshyacint. Ja. Het zijn wat toetsen. Handig is als de verf daaronder echt droog is. Op dit moment is dat bij mij niet zo, maar jullie gaan daar vast nog veel mooier doen en leuker. Ah, het is heerlijk om te doen en om zo je eigen sprookjesverhaal te maken.